2000 euro plus nog eens 500 euro borg. Veel geld, maar het is maar één keer per jaar vakantie. Dus boekten ze bij GoGo Tours een luxe appartement. Dicht bij het centrum en strand, rustig gelegen en voorzien van alle gemakken. Een hoop geld wat je betaalt, 2.500 euro. Ja. Maar heb je dan een beetje mooi ijzer of zee, of hoe moet ik dat zien? Nou, ons uitzicht is een bouwketen die niet gebruikt wordt, zeg maar. Het is niet veilig, er wordt gewoon overal gestolen. Het is hartstikke smerig, de airco doet het niet. De rolgordijnen doet het niet. Het wordt er op een gegeven moment zo benauwd dat je gewoon naast de ventilator wil gaan slapen die we zelf hebben moeten aanschaffen. Bloedvlekken in de kamer, overal schimmels. Overal butsen in de muur, net of iemand overal heeft tegenaan geslagen. En op bedden een beetje een soort van witte vlekken. Ja, verder is er gewoon echt een enorme stank. De ventilator in de badkamer werkt ook niet goed. Ook klachten zeggen we elkaar. Ja, zeker. De jongens hebben de klachten gemeld bij GoGo Tours, maar worden totaal niet serieus genomen. De reisleiding had het veel te druk. Toen was het zo van, we kunnen nou niks doen, we zijn nou bij het feest. En dat was een gesprek van zeg anderhalf, misschien twee minuten. Dat is belachelijk. Dus met andere woorden, wat klaag je nou eigenlijk? Ik ben een feestje bezig, ik heb geen tijd voor jullie. Ja, dat komt op neer. Hey, hoe voelen jullie je? Kut. Best een naadje. Gewoon genaaid. Een beetje in de steek gelaten. Dit is onze eerste vakantie samen in Blonnes. Mm-hmm. Dit hadden wij gewoon niet verwacht. Het is gewoon een heel triest verhaal. Eén ding is zeker, wij nemen iedereen serieus. Ik duik hier volledig in op jullie. Breng me naar het verschrikkelijke hok toe. Gaan we doen. Even lopen hoor. In plaats van prachtig centraal gelegen, blijkt het complex in een ranzige buurt te zijn. Gewoon 20 minuten lopen. In welke buurt? Dit is ons uitzicht. De achterbuurt, nee. Deze blijft gewoon open, deze blijft open. Dus blijft er een stop op te zitten, maar je kan gewoon zo. Nou, dit is het dan. Stinkt hier, man. Ja, het is echt onze airco, zeg maar. Een muffige bende, joh. Ik probeer even zo met deo te spuiten om dan het raam open te zetten, want dan wordt het nog een beetje de lucht. Jongens, wat een verschrikkelijk uitzicht. Het is gewoon een bouwval, een betonnen muur waar je tegenaan kijkt. Maar je had toch geboekt met een balkon? Ja, of een terras, maar... Waar is die? Ja, dat vragen wij ons ook af. Dit is een weg. Een muffige bende, joh. De badkamer is nog weg, dus we even komen kijken. Ja, goed uitduwen of een beetje optillen. Ja, maar die deur, die klemt, die zit ook op de grond. Hij is helemaal gaan bijken, het is gewoon met vocht. Ja, hij is helemaal gaan uitzetten, joh. Shit. Wat een gore lucht, die zeg hij. Ja, dat is belangrijk, dat gaat nergens over. De stank kan overal vandaan komen. Waar je maar kijkt, zie je schimmel en narigheid. Het is wel lekker of ik een open riool met schimmel zit. Maar dit is echt niet. Dit is gewoon ondraaglijk, man. Ja, dit is niet prettig om in te douchen of naar de wc te gaan. Oh, ik ga er even uit. Ja, dat snap ik. Wat is dat? Denk dat daar ooit een wasmachine aangezeten heeft? Ja. Dat is hem, man. Ja? Ja. God. Ja. Het is gewoon een open afvoer van de riolering. Je voelt het ook gewoon als je hier staat. Jezus, man. Ja, dat gaat nergens over. Sowieso. Douchen in een open riool. Hier wordt totaal geen onderhoud gepleegd. Ja, nu zit daar zo'n bloedvlek op de muur. In ieder geval, we denken dat het bloed is. Ik weet niet eens of we het echt wel willen weten. Het is helemaal... Moet het plafond zien. Het plafond is vergeven van vocht en de schimmel. Dan zal de airco wel overleden zijn. Ja, waarschijnlijk doet hij dat tijden niet. En dan krijg je dit. Kijk, schimmel maar. Kijk, het ene probleem maakt het andere probleem groter. Dat kan ik niet vaak genoeg benoemen. En dat is hier zeker wel toepassing. Maar het is ook goor, hè. Overal. Zo, hier. Zeker, ja. Hele stoffel. Dan de woonkamer, zeg maar. Woonkamer? Zeg maar slaaphol, bouwketen of afwerkplek. Op dit bed ligt ook een witte vlek. Ja, wat zou het kunnen zijn, denk jij? Ja, ik heb wel een vermoeden. Als een jongetje naar mij zou heel aardig vinden, dan krijg je dit soort dingen. Maar het is... Nee. Nee. Of ook als een jongen een meisje heel lang niet ziet. Dat kan ook. Ja. En dan het smerigste. En dat is dat zagen we toen we hier stonden. Overal in het appartement zitten kieren en gaten vol vuil. Ideaal voor ongedierte. En dan hebben we nog een lijst met spullen die erin zouden moeten zitten. Nou, de helft van die lijst ontbreekt of zijn bijvoorbeeld pannen kapot. Bijvoorbeeld deze pan. Als er kokend water in zit, ga ik die niet optillen, zeg maar. Hebben die al gebruikt? Nee.
Dus die tref je zo aan? Ja. Dat is ook een mooie kweekvijver bacteriën, jongen, dit. En laat Rob nou net een test bij zich hebben om bacteriën aan te tonen. Rob neemt een monster en laat de speedtest even inwerken. Nou, daar gaat hij, jongens. Met de UV-lamp wordt ook ander vuil zichtbaar. Ah, oh. 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 Het spat gewoon allemaal op. Gadverdamme. Kijk eens. Oh, vieze. Mooi. Hij loopt er door. Bij het eentje het mondje. En ook de huiskamer annex afwerkplek blijkt vergeven van de menselijke resten. Kijk, oh, gadverdamme. Zwarte schimmel. Ah, gadverdamme. Nee. Ik had het niet verwacht. Zoveel schimmel op het kussen. Als je met blote ogen kijkt, dan denk je van, ik kan er gewoon op gaan liggen. Maar met zo'n lamp, dan word je gewoon bang van. Ja. De bacterietest van de schone pan uit het kastje is ondertussen klaar. Hij begint hier al, hij is helemaal doorgelopen. Godverdamme! Nee, dat meen je niet. Rob vreest het resultaat. Het borrelt onder dat een beetje. Het is wel echt heel slecht, jongens. Dat is echt slecht. Ik denk dat we hier niet meer gaan koken, jongens. Nee, dat is gisteren gedaan. Koken in deze keuken is gevaarlijk. Van zo'n smerige pan kan je ernstig ziek worden. Nou, jongens, ik weet genoeg. Het is gewoon één groot drama hier. Jullie hebben gisteravond al getracht de reislijn te bellen. Ja. Om je probleem neer te leggen. Toen werden jullie niet serieus genomen. Wat ik wil, jullie gaan nu weer bellen en zeggen niet dat ik er ben. Dan gaan we haar verrassen met een bezoekje hier in het appartement. Want ik wil dat zij de badkamer gaat ruiken. Ik wil dat zij de kussen gaat zien. Ik wil dat ze alles gaat zien hier.